Welcome back to 80 Years War. This time we're doing part three. It's a seven-part series, a priority request. So where we left off on part two, there was they were at the part where William of Orange retreated back to, I guess it depends on whose viewpoint, right? He either retreated or he went back to gather his forces and retroop, but he went back to Germany, came back, and they stormed Den Briel, I believe, right? And then they were doing a reenactment of that. I guess April 1st, they celebrated every year with a reenactment of William of Orange taking Den Briel, capturing it, and all that. So that's where we are. That's where we left off. And in fact, let me look here. Yeah, so on episode two, it says right here, William of Orange has fled to Germany. There, he organizes troops to fight against the monarch in the Netherlands, Philip II. Apart from a small success in the Battle of Helgoland, probably didn't pronounce that right. Apologize if I butchered it. That does not yield much for the time being. More promising are the sea beggars, which make the coasts unsafe, including from Emden, Germany. They loot ships, terrorize civilians, and finally manage to get solid ground in Den Briel in 1572. On April 1st, there's still a large-scale celebration, but the Catholics, who were hanged by the beggars in the same Den Briel, are also commemorated annually as martyrs. So, I don't know for sure. So is it William of Orange and the sea beggars they captured Den Briel, or was it just the sea beggars? I thought when they were doing the reenactment on the part two that that it was William of Orange with them, but I could be wrong. So, but anyways, we're going to continue on part three. And again, the original channel is by Paul H. Has the English translations, and the link to the original video will be in the description section down below as always. So make sure you go over there and hit like on the original video for sure. That would be amazing. Do me a favor. Do Paul H. a favor by doing that. So we're going to check out this right here. In fact, part three says right here, the Spanish army takes revenge when towns and villages turn to Orange. After Mechelen and Zulfen, probably didn't pronounce those right either, it was Naarden's turn in 1572. A large part of the population was slaughtered. The struggle is hardening. Also, between civilians in the Netherlands, some side with the legitimate authority, the Spanish king, while others join the revolt. In Haarlem, the Orangists fought bravely for months to keep their city out of the hands of the Spaniards, but hunger eventually forces them to their knees. Only at Alkmaar, victory begins. That's where the Spanish army has to run off. It is unfortunately no longer possible to determine whether Brescia, probably butchered that too, a reconstruction based on a female skeleton in a mass grave, played an important role in this. Nice. So we're going to check that out right here on the coolest reaction channel on YouTube. So congratulations for stumbling across the channel. Let's get into it. All right, we are back. I had to switch my headset out. It broke. The other one did, so I have like a backup. So, yeah, we are good to go, guys. Let's check this out. 80 Years War, Part 3. Let's go. We got a guy crawling out of a... Oh, he's on top of a tower, it looks like. Okay. Zo. Kijk, daar heb je de grote kerk van Alkmaar aan de horizon. We staan hier op de bodem van de schermen. En ten tijde van het beleg was dit nog een 4 meter diep meer. Okay. Ja, en toen de Spanjaarden de stad bestormden op 18 september... Toen hoorden ze daar op het Schermereiland de kanonnen bulderen. Toen scheepte die hele bevolking zich in en voer in pramen en schuitjes en wat al, alles wat drijven kon, in de richting van Alkmaar. Om daar de gevechten te bekijken.
En ze juichten de Alkmaarders aan. Schöner, hè? Van sla dood die Spanjaarden! Sla dood die Spanjaarden! Schöner. Let me check this out real quick. Schöner. I didn't spell that right, did I? Netherlands. Schenk. Maybe it's not spelled the same now. It just showed it on his map, didn't it? Alles wat drijven kon in de richting. Schermer. I knew I didn't spell it right, but I should have found it, right? It was pretty close. Meant Bright Lake. Okay, so where's it at? I was trying to see what it looked like. Here we go. Schermer. Okay, so there's Alkmaar. I don't see Schermer. I wonder how far. So this was all water then. This was all lakes. So I wonder if this is a dike here. Okay, yeah, I'm not even seeing it still. Anyways, yeah, just kind of interested in that. So, you know, if you have any information on that, that would be cool. Drop that in the description section down below. Or comment section, sorry, my bad. ...van Alkmaar, om daar de gevechten te bekijken. En ze juichten de Alkmaarders aan. Van sla dood die Spanjaarden, sla dood die Spanjaarden. Als een soort dolgeworden voetbalsupporter zou je kunnen zeggen. En volgens een oude kroniekschrijvers zong daardoor de moed de Spanjaarden behoorlijk in de schoenen. Well, yeah, I wouldn't have courage either if everybody is saying, kill me. It's enough to bring a person's motivation down, don't you think? Civil War. Met z'n allen lekker kijken naar de strijd. En joelen. Het beleg van Alkmaar, 1573. Een van die grote ogenblikken in een opstand die na 80 jaar zou leiden tot een land. Ons land. En een van de eerste ogenblikken dat het volk zich daar liet kennen als dolgedraaide hooligan. Hoe dat zo? The way he pronounces hooligan, that's funny. We have hooligan, that's part of the English language as well, but we don't pronounce it quite the same as that. Opstand was nu 5 jaar aan de gang en je kunt ook zeggen dat hij eigenlijk pas 1 jaar goed op stoom kwam. Want opstandelingenleider Willem van Oranje had er tot die tijd niet zoveel van gemaakt. Maar een wat onguur zootje ongeregeld uit... Tot die tijd niet he zo winked. Veel van gemaakt. Maar een wat yeah. Onguur... It's cool how they throw in little things like that. You don't notice it too much. But yeah, in the picture he winked. That was cool. Zootje ongeregeld uit zijn kamp. De Geuze had het vorig jaar Den Briel veroverd. Okay. So we're a year after the end of the second part that we did because they were just storming the Den Briel. They were doing like a reenactment actually. I guess they do it every year. April 1st, I believe it was. So, yeah, so we got a year past that. Alkmaar. All right. Tien gingen meer steden mee met de opstand. Tot ontzetting van het bevoegd gezag. Onze landsheer in de verte, om te beginnen, koning Philips II van Spanje. Zijn plaatsvervanger hier in de Nederlanden, de hertog van Alva, die vond dat het nou toch echt uit moest zijn met het glazer. En zijn zoon meenam als generaal, Don Fadrique. Die dan weer wat ijzervreters meenam als commandant. Onthoud de naam Julian Romero. Julian Romero. Ineens okay. Stond daar een leger van je welste. Het gezag schaalde op naar voluit oorlog. Echt een nieuwe fase in de strijd. En daar gingen de opstandige steden. Vanuit het zuiden, Mechelen, Plettert,
met een omweg door naar het noorden. Zutphen, verpletterd en door naar Holland. Een spoor van vuur dat steeds meer ook dat volk langs de kant ging raken. Kijkend, lachend, joelend of huilend en rouwend. So they're just taking over. Destroying all sorts of stuff, I guess. Hier op de hei bij Bussum in de buurt van Naarden. En hier ergens moeten de Spaanse troepen zich verzameld hebben. Hoeveel mensen hier nou precies gezeten hebben? Je moet echt tienduizenden denken. It's a lot of troops. In die tijd, ieder leger was slecht nieuws. Legers bestonden niet uit aardige, vriendelijke mensen. Legers leefden van het land. Legers hadden ook geen tijd om zich druk te maken over of ze slachtoffers maakten. Dus ieder leger was een probleem. En het Spaanse leger was dus een heel goed leger. En dus ook nog met een reputatie van gruwelijkheid en geweld. Now, I mean, maybe, you know, forgive me if I'm wrong, but I'm pretty sure no matter what kind of army you're going up against, it's not going to be good news, right? You know, when you're fighting an army, they're not going to be nice to you. So, yeah. So is this Alkmaar here then? They were talking about Alkmaar. This is one of those star-shaped fortress cities, I have a feeling, because, I mean, you can tell, you know, the shape of it right here. I'm fairly certain. I really want to see one of those in real life. That'd be so cool. Het eerste Spaanse doelwit in Holland is het strategisch gelegen stadje Naarden, dat in de zomer van 1572 voor Oranje en de opstand heeft gekozen. Wat er dan gebeurt, weten we uit het dagboek van een inwoner van aanzien, rector van de Latijnse school. Hij schrijft uitvoerig over bijeenkomsten in de gemeenteraad. Ik open de vergadering van de raad. Er kwamen geruchten dat de Spaanse troepen Naarden zouden aanvallen. Daarom waren de Naarders meer met vrees dan met hoop vervuld. That was probably Naarden then, the one that it was just showing that I was asking about. Maar nog steeds wilde men zich liever gewapend verzetten dan de stad overgeven. De angst voor het koninklijke leger was denk ik zeker terecht, want ze waren natuurlijk in opstand gekomen. En opstand tegen de koning, ja, dat verdient de doodstraf. Dat was overal in Europa eigenlijk standaard. Tegen de koning in opstand komen, dat was een van de vreselijkste dingen die je kon doen. Dan waren ze daarbij ook nog ten dele ketters, dus ook nog ten dele protestant, maar dat was maar een kleine groep. Dus je wist dat als je zou blijven verzetten, dat je leven gevaar liep. Nadat het leger op 30 november voor de stad was gekomen, kwam de raad in sombere stemming bijeen. Ze begrepen van een afgezant dat de stad te vuur en te zwaard zou worden vernietigd. They're probably pretty nervous then. Er werd besloten dat bij dageraad 7 afgevaardigden met de sleutels zouden worden gezonden, om te voorkomen dat de stad met geweld zou worden ingenomen. Now, is this the keys of the city? I've heard that term and everything. Now, is this because it was closed off, right? And you had like the water around it, sort of like a moat. So like one way in, one way out kind of thing, right? Because it's blocked off. So like, was it literally a key? Like there was just a giant gate that you just block off the whole city? Because I've seen in like medieval stuff, you know, like the old castles and stuff, you know, they do have like the fortification, you know, the big ass door that just drops down. So I wonder if that's actually what they're talking about then, the like literal key of the city. Oh, it's a kitty kitty. Hier vergaderde de raad. Dit was toen het raadhuis. Lambertus Hortensius kende al die raadsleden. Hij behoorde tot de notabelen van de stad. En toen er met de Spanjaarden onderhandeld moest worden over het toelaten van Spaanse troepen, was hij een van de afgevaardigden. Toen wij 's morgens vroeg, niet ver van Bussum, de Spaanse wachtpost bereikte, kwam Julian Romero, een befaamde. Now, okay, they're talking about Bussum. Where's Bussum? We're gonna find out.
Where that? Okay, so they're south of Amsterdam, southwest, southeast. And Alkmaar was up there somewhere. Okay. Baamd man ons tegemoet en zei ons dat hij alle bevoegdheden had te beslissen over oorlog en vrede. Wij boden hem smekend de sleutels van de poorten aan en vroegen om genade. Eerst gaf hij wat duistere antwoorden. Maar na aandringen beloofde hij tenslotte genade voor lijf en goed en gaf hij mij de hand. Julián Romero was een van de beroemdste vechtjassen uit het Spaanse leger van die tijd. Had al in de jaren 50 gevochten tegen de Fransen. En ook in brieven aan koning Philips II hoefde men alleen maar te zeggen kapitein Julián. En men wist waar het over ging. Dat was echt zo'n held. En uit de verhalen van Julián. En men wist waar het over ging. Dat was echt zo'n held. En uit de verhalen van de Naardenaren zou gekomen zijn dat Julián Romero hen beloofd had ze allemaal te sparen. Maar ik ga er eigenlijk vanuit, en dat past ook veel beter bij die Julián Romero, dat er in ieder geval van Spaanse kant gezegd is dat er onvoorwaardelijke overgave moest zijn. En dat op een of andere manier de onderhandelaar van Naardenaar dat stuk van het verhaal niet begrepen hebben of niet meer wilde weten achteraf. En dat dus de troepen zijn binnengekomen. Met de mogelijkheid om te doen wat ze wilden. En dan is het vermoedelijk ook wel binnen het oorlogsrecht van die tijd gegaan. De legerleiding doet toezeggingen, maar die hebben misschien bewust gelogen. Die van best wil, dat mag. Bij katholieken. Everybody lies. Everybody lies. Spanjaarden in de stad. Eerst een kleine groep en die kijken eens goed hoe dat de stad in elkaar zit en vooral waar de rijke huizen zijn. En dan komen er nog 400 soldaten en die gaan aan een kleine groep en die kijken eens goed hoe dat de stad in elkaar zit en vooral waar de rijke huizen zijn. En dan komen er nog 400 soldaten en die gaan aan plunderen, aan moorden. En so it's like they're scouts. Naders die worden hier opgetrommeld om in het stadhuis te komen en daar worden ze afgeslacht. What is the Narders though? From Narden? Right? They were saying something about Narden. Hold on, I'm sorry guys. Narden, huh? Now, is that a place? Yeah. All right. Got it. Narden, de kop afgehakt, doorboord, neergemept. Als ze op de grond liggen te sterven, krijgen ze nog een laatste wapenstoot in hun lijf. En zeer gruwelijk. Ja, I'd say so. Het geschreeuw was in de hele stad te horen. De Spanjaarden in het stadhuis plunderden dadelijk de lijken en lieten die naakt achter. That's crazy. Overal in de stad drongen ze huizen binnen en gingen als dolle mannen tekeer. In het huis van smid Hubert Hendricks pakten ze zijn bijlen en sloegen hem beide benen af. Na deze marteling doodde zij de deerlijk verminkte man. Now this is the Spaniards doing it, I thought. Het ergste wat Lambertus Hortensius overkwam was dat zijn zoon Augustinus vlak voor zijn ogen vermoord werd. Augustinus was organist in de kerk. Er werd niet gevraagd of dat je katholiek was of niet. Ze werden vermoord als opstandelingen. So, the Spaniards are the ones that's doing this at this point. I'm going to bounce back just for a second here. Oops. All right, so the Spanish is doing it. So is it because are they Protestant then, right? And the Spanish aren't okay with it after it starts, like, you know, being invaded and taken over by the Protestants? Is that where it's,
I'm assuming, yeah, because it is the Spaniards. Okay, so I was just, just double checking on that. So the Spaniards came in, I'm assuming because everybody was going Protestant and they're not okay with that. So I apologize if I'm wrong. I'm trying to keep, I have to read, I'm trying to keep track of everything, and it's a lot to learn too. So I'm trying to stay focused on what exactly is going on. So we got the Spaniards coming in. Got it. Neergemept, als ze op de grond liggen te sterven, krijgen ze nog een laatste wapenstoot in hun lijf. En zeer gruwelijk. Very gruesome indeed, it sounds. I wouldn't want to deal with it. Het geschreeuw was in de hele stad te horen. De Spanjaarden in het stadhuis plunderden dadelijk de lijken en lieten die naakt achter. Overal in de stad drongen ze huizen binnen en gingen als dolle mannen tekeer. In het huis van smid Hubert Hendricks pakten ze zijn bijlen en sloegen hem beide benen af. Na deze marteling doden zij de deerlijk verminkte man. Het ergste wat Lambertus Hortensius overkwam was dat zijn zoon Augustinus vlak voor zijn ogen vermoord werd. Augustinus was organist in de kerk. Er werd niet gevraagd of dat je katholiek was of niet. Ze werden vermoord als opstandelingen. As insurgents. So they're the bad guys then. In the eyes of the Spaniards. Dat komt er ook nog bij. Ja. De soldaten die een stad mogen innemen, te vuur en te zwaard, mogen gewoon alles doen wat ze maar willen. Het is oorlogsrecht. Om buit te maken. Dus martelen, extreem geweld gebruiken om alles maar tevoorschijn te krijgen. Mensen hebben natuurlijk spullen verstopt. Dit soort spullen kan je gewoon begraven. Dus dan moet je eerst geweld toepassen om het los te krijgen. Oh, vandaar al die bedreigingen van die vrouwen, van zeg maar waar je spullen liggen. Ja, want iedereen heeft... Vandaar al die bedreigingen van die vrouwen, van zeg maar waar je spullen liggen. Ja, want iedereen heeft zijn zilver verstopt of begraven. En dat krijg je dus niet zomaar, dan moet je martelen. En hoe zit dat dan met de dorpen en steden eromheen? Die zien die aanval van die troepen komen. Ja. Zijn die solidair met een stad? Nee, want op het moment dat Naarden geplunderd wordt, is het voor omliggende dorpen en steden heel interessant. Want dan komt er oorlogsbuit op de markt en dan kun je goedkoop je slag slaan. Dus er is geen probleem. So they didn't even care. They're like, oh yeah, cool. So all the stuff that they're gonna loot, we'll just be able to buy it real cheap. No neighborly love there. Wow. All right. I see how it is. 1600s or something is that, or 1500s? Die spullen eigenlijk toch gejat koopt? Nee. Nee, er is nog niet een idee van wij zijn samen in opstand tegen een landsheer die een tiran is. Dat komt pas veel en veel later. In de bronnen wordt gezegd dat mensen in Weesp en Muiden al heel snel spotliedjes zingen op het lot van Naarden. Het is wel goed dat die oproerkraaiers in Naarden op hun nummer worden gezet. Ja. Als er 5 dagen later nog een burgemeester uit zijn kelder wordt gehaald, dan wordt hij heel uitgebreid geëxecuteerd in Naarden. Die wordt gevierendeeld en 4 stukken van zijn lichaam op de poorten, 4 plekken in Naarden tentoongesteld. Maar dat doen gewoon mensen, dat doen de lokalen. Het is zo grappig, je bestudeert dat, je praat erover alsof het heel gewoon is. Nou ja, ik probeer me te verplaatsen in de logica van die situatie zonder de kennis die we er achteraf over hebben. Je kunt achteraf zeggen, dit was een vrijheidsoorlog. Maar nee, het was een opstand van een groepje rebellen. Dus de geuzen, de geuzenlegers zoeken plaatsen waar ze genoeg aanhang hebben om zo'n stad in hun macht te krijgen of in handen. En dan van daaruit een soort front tegen het Spaanse leger te gaan vormen. Dat is toch een vrij gewelddadige club in het begin. Die heel radicaal machtsovernames doet. Naarden was de eerste stad van Holland. En er waren volgens nog een heleboel steden die terug veroverd moesten worden. Terug in handen van de koning van Spanje. En vanuit Naarden trekt men naar Muiden, bij het Muiderslot.
vervolgens naar het veilig Amsterdam, wat aan de kant van de koning stond, en dan de dijk op richting Haarlem en hier langs halfweg en dan zo in de richting van Haarlem. So there is a dijk there. Terecht. Het ziet er nu heel anders uit natuurlijk. Aan de rechterkant, dus aan die kant, daar was het IJ. Dus dat was gewoon een open zeearm. Dus dat betekende met brak water, met misschien ook nog wel een klein beetje eb en vloed, zullen we denken. Aan de andere kant dan het enorm grote Haarlemmermeer. Dus je moet voorstellen, het was maar heel smal met aan twee kanten water. En voor de Spanjaarden was al dat water natuurlijk heel erg onbekend en denk ik ook heel bedreigend. Want vooral dus de combinatie, denk ik, van kou en vocht is een probleem. All right. Yeah. Landscapes changed a lot in the Netherlands since then. I mean, with the land reclamation and everything. So, but yeah, I mean, it's definitely interesting to just see like all these places that are land now that used to just be water. It's just crazy to me. Haarlem geen hele goede moderne muren had, geen nieuwe fortificaties, dus dat de stad zich eigenlijk ook niet goed zou kunnen gaan verdedigen. Dus de hoop was om dat nog voor de winter rond te krijgen. It's interesting, you know, in Europe, you got all these cities and stuff like that with walls around them to fortify them and stuff. We don't have that here. You know what I mean? In the USA, we just have regular cities, just drive into them, drive out, whatever, you know. Over there, it's crazy. Like there's still cities like that where it's closed off. There's only one way in, one way out. And then back in the day, you had to have actual fortification on each individual city because it was just small regions of power. Small pockets of power scattered about, not just large areas that are together, you know, so very interesting. Dit is wat er nu nog van over is van de doelen van de schutterij. En op een bepaald moment heeft de stad dus voor de prins gekozen tegen de Spanjaarden. En ze hebben natuurlijk ook de gevolgen gezien in Zutphen en in Naarden bijvoorbeeld. Dus daar wordt wel voor gevreesd. Maar Wigbold Ripperda, dat is de kapitein en de aanvoerder van de mannen die de prins gestuurd heeft naar Haarlem, roept de schutterij hier samen in de doelen. En houdt hij een vurig betoog om de stad en de schutterij en de rest van de stad te overtuigen van het feit dat ze vooral de Spanjaarden moeten wantrouwen en trouw moeten blijven aan de prins. En de prins. Are they talking about William of Orange? Is he the Prince of Orange? Is that who they're talking about? Probeer uw eer en uw geloftes na te komen. En vecht liever tot uw laatste snik. Ja, tot uw laatste druppel bloed voor de vrijheid van uw stad. Dan u over te leveren aan Spaanse slavernij en willekeur. Wat zo lastig te begrijpen is, vind ik, in Haarlem en eerder ook al in Naarden en andere steden. De bevolking is merendeels katholiek. Maar die stad gaat over naar de opstand, de rebellen, ja. De protestanten. Ja. Ja. Hoe kan dat? Ja, wij maken van de opstand okay. Een strijd van katholieken en protestanten. That is an interesting. If it's mostly Catholic, how did that happen then, right? Because, right? Which city? Let me. I gotta. Difficult to understand. It's in Haarlem and earlier in Naarden and other cities. Okay. So at the time, yeah, it was all Catholic, right? What he was mentioning in, I believe, the first episode, how it was mostly Catholic in the north, and then now it's different. It's mostly Protestant. So I think that's what he's talking andere about. Andere steden. De bevolking is merendeels katholiek. Maar die stad gaat over naar de opstand, de rebellen, ja. De protestanten. Ja. Ja. Hoe kan dat? Ja, wij maken van de opstand nu een strijd van katholieken en protestanten, maar er speelden veel meer motieven. En wat echt een hele grote rol speelde in 1572, dat was dat het was economisch ging het slecht. Er was een hele forse belasting, was er door Alva van gezegd, van die gaan wij opleggen, die tiende penning, de beroemde tiende penning. En het stadsbestuur had ook nog eens een keertje gezegd van dat kopen wij af. En daar gebeurde iets heel erg bijzonders, want de manier waarop dan het geld moest worden opgebracht liet de rijkste stadsbewoners ongemoeid, dat waren de stadsbestuurders. En de laag daaronder moest juist extra betalen.
En er was dus ook heel veel onvrede die niet zozeer te maken had met de godsdienstige situatie, maar met de economische malaise. En dat was het grote probleem en dat herken ik ook wel een klein beetje. Kijk, die stadsbestuurders weten het gewoon niet. En dan zie je dat de leiding op zo'n moment komt bij de partij die wel weet wat ze wil. En die... I'd be upset too. I mean, come on now. We gotta pay more and the rich people don't have to pay anything extra. Come on, that ain't fair. Yeah. Yeah. Met kracht zegt van en nou is het afgelopen en wij kiezen de zijde van de prins. Zie je vaak bij opstanden dat de meest radicale partij het meest druk zet, want die is gewoon het fanatiekst. Dat is één ding. En in de tweede plaats, vaak zijn er factoren die bij elkaar komen. En dan is de radicale partij die het duidelijkste programma heeft, die weet andere partijen mee te krijgen om te zeggen, oké, en nou is het moment en nou moeten we door. They getting their selfies in. We staan hier op de toren van de BAVO, dus we staan hier op 57 meter hoogte. En vanaf hier kan je heel goed... 57 meters, that's the highest point in the Netherlands, isn't it? No, I'm just playing. Actually, isn't it like 300 meters, I believe, is like the highest point in nature. And I believe, what, southeast, southwest, something like that. It's like some mountainish hill kind of thing. I don't know for sure. Stad heen kijken en wat je nu ziet is natuurlijk veel meer dan dat het in de 16e eeuw was. A lot more buildings, I'm sure. Of course you can see more. Hier loopt de Jansenstraat, als je die helemaal volgt, dan zie je daar een grijze balk lopen. Daar stond de Janspoort. En de even een grijze balk lopen, great daar stond de Janspoort. Was... En de even knieden. Kruispoort, die stond what parallel eventjes verderop, daar op die hoogte. En daar liep dus de stadsmuur. Daar was ook het einde van de stad. Daar zaten ze dus als noordelijkste gelegerd. En van deze kant hebben ze de eerste dagen de stad beschoten. So you can still see the old city walls. Toen Haarlem onder het beleg van de Spanjaarden lag, was de BAVO de parochiekerk van de katholieke kerk hier in Haarlem. Man, that's elegant looking though. Oh shit, she's in the top. We're in the attic of it. That's cool. Also very creepy. Tony zoekt de inslagen van de kogels die op de stad zijn afgeschoten en dus in de BAVO terechtgekomen zijn. Oké. Ik heb hem gevonden, Oranje. Ja, daar is dus ook een kogel te zien die het hout heeft aangetast. Kijk, hier zit echt een heel diep gat, wel een centimeter of 30 diep. En hier is dus die kogel langs het spandbeen gevlogen. En je ziet nog de schamp van de kogel. Dat eikenhout is echt helemaal beschadigd van die kogel wow. Die net geschampt heeft. Dus dit is echt een hele duidelijke kogelinslag. That's cool. Op de muren, de stadsmuren gericht. En op de stadspoort, hè, want als je die eenmaal kan innemen, ja, dan kan je de stad innemen. Not cool that they took the city and damaged stuff, obviously. Just cool that it's still there for the historical significance. Very, very cool. I like history stuff. I like seeing stuff like that, you know, in just in real life. Just the remnants of history, right? It's just interesting. Maar ik kan me ook voorstellen, markante gebouwen, regeringsgebouwen, de kerken. Als je die beschiet en kapot maakt, ja, dat breekt natuurlijk ook het moreel. Maar ook als je brand kan veroorzaken en ellende. Nou ja, goed, alles helpt natuurlijk, ja. Ja. Yeah. That's just... How cool is that looking, guys? Like, I mean... You know, if you guys live in the Netherlands and stuff, I mean, this is just normal stuff to you. But really, you should take a moment and just appreciate the beautiful architecture from back then. This is stuff that we don't have here. This we don't have. You know, most of our buildings are pretty plain. I mean, there's some places that have some interesting styles of buildings and whatnot, but they're not that old and they're not that detailed for sure. Very interesting. Hier zijn we in de Bakermeerse kerk. Dat is het kantoor van de bureau archeologie van de gemeente Haarlem. En hier liggen dus ook de Spaanse kogels. Archeologie van de gemeente This Haarlem. This is the office of the Bureau of Archaeology. Kantoor van of... de
de bureau-archeologie van de gemeente Haarlem. En hier liggen dus ook de Spaanse kogels. Dit is eigenlijk een selectie van alle opgegraven kogels. Okay, that's cool. Die op de stad Haarlem zijn afgeschoten. En op deze lijsten, die Ferbers in zijn dagboek heeft bijgehouden, en daar heeft hij dus per maand en zelfs per dag bijgehouden hoeveel kogels van deze jongens, zeg maar, door de Spanjaarden op de stad zijn afgeschoten. What? Yes, per month and even per day, how many bullets were shot at the city by the Spaniards, right? Is that what they're saying? So day 8, day 9, day 10, so 24 bullets, 100. Wow. Okay, I see. So December, January, February, March, April, May. Obviously, the Dutch translations of those look a lot different than what you have here, but I can tell, you know, December starts with a D and then, yeah, so that's very interesting. That's why, how you, okay, so on the 13th, so some of these days they just took the day off. They didn't fire no bullets. They're like, you know what? We're just going to give them a break today. We shot a whole bunch of bullets at them yesterday. So, you know, we'll just let them have today off. We'll shoot some more tomorrow, right? Wow. I wonder how he counted all this and kept track of it. This is very interesting. Per maand en zelfs per dag bijgehouden hoeveel kogels van deze jongens, zeg maar, door de Spanjaarden op de stad zijn afgeschoten. One of those cannonballs. Dit zijn dan de 40 ponders en de 46 ponders. En het zal mij niet lukken om dit in een kanon te hijsen. You could barely pick up the first one. Je moet je vingers er niet tussen krijgen. Die zijn goed zwaar. Yeah. Willem Janszoon Ferwer heeft een memoraalboek, zoals hij dat noemt, geschreven. Dagboek van de gebeurtenissen tussen 1572 en 1581. En nou heb ik een stukje wat ik dan graag even voorlees over dat iedereen ook meehielp bij het versterken van de wallen. En dan vooral ook de vrouwen en de kinderen. Dus echt iedereen hielp mee. Even kijken hoor. De jonge vrouwen gingen naar de versterkingen en ze werkten vol overtuiging en zonder vrees. Bovenop de wallen zongen zij psalmen en andere lofzangen. Ja, ze waren moedig. Ze keken door de gaten terwijl er geschoten werd. Hardop en spottend zongen ze. De meisjes van Haarlem, zij zijn zo gek. Ze dragen aarde naar de wal. Diridomdijnen, diridomdijnen. En ze liepen met ruide stem. Pio, pio. De troepen van de koning riepen dat ze het hoorden en schreeuwden dat ze ze zouden ophangen. Daar krijg je de klassieke beelden van mannen en vrouwen op de muren met kokende pek en andere gruwelijkheden die dan van de poort af worden gegooid. En wat je hier eigenlijk in één plaatje ziet is de actie van onze Haarlemse Kenau, Simons dochter Hasselaar, die daar bovenaan zat met haar zwaard, die hier wordt afgebeeld als de aanvoerster van alle Haarlemse vrouwen. En dit is echt een ode aan het gewapende verzet van vooral de vrouwen op de Haarlemse stadsmuren. Nice. And sort of off topic, I'm learning Dutch, right? And if you're familiar, you know, if you're familiar with the channel, you obviously know that. If not, then I do have a link for that down below. Anyways, I'm streaming it on Duolingo, trying to learn how to speak Dutch, right? Frauen, right? For women. She's pronouncing it with an F. Now, is that something that I should be doing? Frau? Frauen? Right? Pronounce it more like an, like what I would say is as an F. Let me know, because this is something that I really am trying to do, and the pronunciations are kind of hard. So, it's not all W's, though. Or no, that's a V, right? Yeah, so are V's all like F's? Let me know. Yeah. Haarlemse, echt een ode aan het gewapende verzet van vooral de vrouwen op de Haarlemse. Yeah, vrouwen, she says. Vrouwen. All right. Is that Harlem there then? Er zijn afschuwelijke dingen gebeurd bij Haarlem van beide kanten. In de stad werden bijvoorbeeld monniken
uit de kloosters gehaald, op de stadsmuur gezet, daar gemarteld en geëxecuteerd. Er werden vreselijke dingen gedaan met Maria-beelden, dat soort zaken. En dat was natuurlijk ten dele om de tegenstanders te jennen, te pesten. Maar tegelijkertijd was het ook een manier om duidelijk te maken aan de inwoners van de stad, die grotendeels katholiek waren, dat overgave geen optie meer was. Die bevolking intussen blijft verdeeld. Er zijn mensen die echt flink bereid zijn om te gaan vechten tegen de Spanjaarden buiten. Anderen veel minder. Hoe hou je de boel bij elkaar? Ja, nou ja, in de eerste plaats, in het begin was er ongedacht succes. En dat verenigt natuurlijk enorm. En wat daar ook een heel belangrijke factor in was, dat was dat men ook het gevoel had van, ja, we staan er niet alleen voor. Want men had toch een groot vertrouwen in de prins van Oranje als aanvoerder, als leider. En die stuurde gezanten, er kwamen boodschappen de stad binnen, er werden voorraden de stad binnengebracht. Er kwamen soldaten de stad binnen, nog steeds. Ook terwijl de belegering al aan de gang was. Men had het idee van de prins is bezig om te werken aan onze ontzet, aan onze bevrijding. En dat heeft enorm geholpen om binnen de stad ook het moreel hoog te houden. Ja, tot op het moment, bekend dagboek hier uit de stad, Den Hunger begint. De hunger begint. Want de stad raakt zijn toevoerlijnen kwijt. Ja. So they're just holding off in the city. Nu een polder, right? Is het Haarlemmermeer in de 16e eeuw nog een uitgestrekte watervlakte. Het is dé aanvoerroute van goederen voor Haarlem, ook tijdens het beleg. Okay. Want met hun kleine wendbare schepen zijn de opstandelingen, de geuzen, heer en meester op het water. Tot Amsterdam, nog altijd trouw aan de koning, het Spaanse kamp versterkt met een aantal schepen. Amsterdam tegen Haarlem. In de slag op het Haarlemmermeer wordt de geuzenvloot verslagen. Met desastreuze gevolgen. Met desastreuze gevolgen voor Haarlem. Het is eind mei 1573 en het beleg van de stad duurt al een half jaar. 6 months. Wat iedereen besefte was van, we kunnen dit gewoon niet lang meer volhouden. Er zijn hier duizenden mensen en er is gewoon geen eten meer. En die honger gaat knagen, kinderen sterven, gaat ruzie ontstaan van wie krijgt wat. Soldaten krijgen het meest, die gaan ook plunderen. Die gaan bij burgers voedsel weghalen. En dan ontstaat er in zo'n stad weer verdeeldheid. Mensen die eigenlijk toch al niet enthousiast waren, die bedenken nu van ja, dit gaat fout. En die willen eigenlijk stoppen. It could cause a lot of problems. Anderen raken wanhopig. En die denken van er zit verraad onder ons. Er waren geluiden over onderhandelingen die plaats zouden vinden. Dus mensen die verraad wilden plegen. Dus dan kun je burgemeester zijn wat je wil, maar dan hou je de boel niet meer bij elkaar. Nou ja, waar uiteindelijk het beleg in een soort apotheose uitmondt, dat is als de mannen, de gewapenden, besluiten van wij gaan een uitval doen en wij vechten ons door de Spaanse linies heen. En dat wordt tegengehouden omdat de vrouwen in de stad, die horen dat en die hebben het gevoel van ze laten ons in de steek. Ja, waar blijven wij? Ja, want dan komen die soldaten. Nou, je weet al, iedereen weet wat er dan gaat gebeuren. Dat wordt natuurlijk een drama in die stad. Dus die vrouwen zeiden, laat ons niet in de steek. En die stonden daar gewoon fysiek tegenover een drama in die stad. En dan wordt er besloten, we gaan niet. En dan wordt de stad uiteindelijk opgegeven op genade of ongenade. We are learning a lot. Betrokken bij de overgave van Haarlem. Nu dit keer is er wel. Julian Romero is opnieuw betrokken bij de overgave van Haarlem. Nu dit keer is er wel een echt duidelijk akkoord. Wie er mag blijven leven en wie niet. En er is dus besloten dat de burgers mogen blijven leven, afgezien van de ergste rebellen. Maar de echte Calvinistische troepen, ja, wat moet je daarmee? Daar kun je eigenlijk niks anders mee. Je kunt ze niet vrijlaten. Er zijn ook geen gevangenissen, dus die worden eigenlijk allemaal geëxecuteerd. So they just killed all the... Het trieste is eigenlijk dat ze zich hebben moeten overgeven, vooral wegens de honger.
En ze wilden het liefste dat er natuurlijk geen verhalen zouden zijn zoals in Naarden van totale uitmoorden, branden, plunderen enzovoorts. Dus dat hebben ze ook echt afgekocht. Er moest een enorm geldbedrag op tafel gelegd worden om dat risico af te kopen. En dat heeft hier dus eigenlijk met het stadsbestuur op het stadhuis. So basically they bribed him, is what it sounds like. Hij is plaatsgevonden. De soldaten werden dus terechtgesteld, hè, door middel van of onthoofding met een zwaard of door ophanging. En dat gebeurde hier op de Grote Markt. Wow. You know, and that's another thing that is different about Europe, you know. Like what I was saying earlier, you know, we don't have like the same kind of cities, this now. We didn't have these kind of problems here that I know. I mean, obviously there were the Native Americans and stuff like that that had their own issues and fights and wars between the tribes and whatever. And then obviously, you know, the Europeans came over and then there was the issues between the Europeans and the Native Americans, whatever. But I'm saying like after, you know, it being like just as it being a country in general or like whatever, like we didn't have cities, like there was not slaughters taking place in the city squares around here. You know what I mean? So that's different to think about like this kind of stuff going on, you know, and then, you know, nowadays it just looks like that, just a city square. And you don't think about it, you know, like these people are just walking around, just going on with their daily lives. Not even realizing that hundreds, if not maybe possibly thousands of people were just piled up and slaughtered there. I mean, is it haunted, right? Is there creepy vibes at night? Does it feel like there's ghosts there? Do you even believe in ghosts? Do you not believe in ghosts? I don't know. You know what I mean? I don't even know what I believe half the time when it comes to that kind of stuff. But definitely interesting to think about nonetheless, for sure. So, yeah. Here op de Grote Markt. That's crazy, though. Alleen, het waren op een gegeven moment zoveel soldaten. Dat heeft een aantal dagen geduurd. En days. Op het moment dat de beul vermoeid raakte. De Haarlemse beul, die vooral bekend stond in de regio. Als heel efficiënt. En, de best executioner. Zeg maar. Maar goed, de beste worden ook moe. En toen hebben ze uiteindelijk ervoor gekozen om het wat sneller te laten verlopen en de mannen ruggelings met de handen en de voeten gebonden aan elkaar te binden en in het spaarne te werpen, zodat uiteindelijk het doodvonnis nog voltrokken kon worden. So they just tied him up and tossed him in the river. How many of them escaped? They might have had a chance to get out, right? Het heeft ook iets heel dramatisch. Want juist omdat het zo hoopvol begon, iedereen dacht die Spanjaarden die walsen eroverheen. En toch zo lang volgehouden. Zo sterk het idee gehad van we gaan het redden. En uiteindelijk dan toch vastlopen. Ja, dat was een enorme klap voor het moreel. Overigens, juist dat heroïsche verzet. De rol van de vrouwen, Kenau, alle verhalen over dappere daden. Dat het zo lang geduurd heeft, dat het eigenlijk misschien zelfs wel beslissend was, omdat er bijna 10... Hold on, I missed something here. Iedereen dacht, die Spanjaarden die walsen eroverheen. En toch zo lang volgehouden, zo sterk het idee gehad van we gaan het redden. En uiteindelijk dan toch vastlopen. Ja, dat was een enorme klap voor het moreel. Overigens, juist dat heroïsche verzet, de rol van de vrouwen, Kenau, alle verhalen over dappere daden, dat het zo lang geduurd heeft, dat het eigenlijk misschien zelfs wel beslissend was, omdat er bijna 10.000 soldaten van het Koninklijke Leger daarvoor de muren van Haarlem zijn omgekomen. Dus een enorme klap voor de Spanjaarden. En de Haarlemmers hebben daar later wel weer enorm veel... eer ingelegd van wij hebben het wel heel erg lang volgehouden. Kijk, het was hier 450 jaar geleden meer water dan land. Vooral aan de noordkant van Alkmaar. Now, I don't know if I missed something or not back here. Never mind, I'll catch up, I'll rewatch, which I went through and I skimmed back through both times when I did these, you know, so
when I did the second one, right, I skimmed back through episode one a little bit before I jumped back into the second one. And then just now before I started recording this third part reaction, I kind of skimmed back through the second one a little bit. So the stuff that I do end up missing in this or am a little bit confused about, I should be able to brush up on that afterwards. You know, after I do this, I'll skim back through it. Some of it will be just in the comment section anyways, because you guys are awesome like that. So, but between the comments and then skimming back through, I sort of brush up on it a little bit more, right? And then, you know, carry on to the next part. So without being sidetracked, you know, I keep getting sidetracked a lot. So, but anyways, back to this. 450 jaar geleden, meer water dan land. Vooral aan de noordkant van Alkmaar. Een gebied doorsneden door honderden slootjes. Het heette daar het Rijk der Duizend Eilanden. Kingdom of the Thousand Islands. Het grootste gedeelte van de bevolking is in die tijd zeker nog wel katholiek. Maar er is toch ook een groep behoorlijk fanatieken, eigenlijk wel Calvinisten, gereformeerden. En dat geeft strijd, geeft spanningen, ook in de stad Alkmaar zelf. Maar ja, uiteindelijk, na de val van Haarlem op 13 juli, ja, dan lopen die spanningen echt heel hoog op. En uiteindelijk komt het erop aan dat een klein groepje gereformeerden samen met een opperbevelhebber van de Geuzen, kabeljauw, die gooien de poorten open en dan komt het Geuzenlegertje, komt Alkmaar in. En is de stad over, echt naar de prins. All right. Hier op deze oude kaart van Alkmaar ligt het Munnekebolwerk. Het is hier ook nog te zien in Alkmaar. En dit is aangelegd ten tijde vlak voor het beleg van Alkmaar. Toen Haarlem viel, of nog tijdens het beleg van Haarlem, besloot men in Alkmaar, nu komen wij ook in de vuurlinie. Dus nu moeten we onze stadsmuren gaan vernieuwen. Dus er werden aannemers aangetrokken, er werden heel veel werklieden aangenomen. En die werden allemaal tegen betaling ingezet om die stadsmuren heel snel op te bouwen. En dat weten we omdat er heel veel betalingsbewijzen nog overgeleverd zijn in het archief van Alkmaar. Dus eigenlijk declaraties. Mensen zeiden, ik heb dat werk gedaan, nu wil ik betaald worden. En tot ver na het beleg liepen die betalingen nog. So Alkmaar is controlled by the Protestants at this time, right? And they're trying to fortify against the Spaniards. Or am I confused about that? Let me know. Archeologen doen in 2010 in Alkmaar een verrassende ontdekking. Ooh, what they find? Op de plek waar een parkeergarage zal komen, stuiten ze op more twee massagraven die in geen enkele chroniek worden genoemd. Wie liggen daar? Nou, de opgraven van zo'n massagraaf is echt wel een uitdaging. Dat is heel anders dan het opgraven van een enkele begraving. Want dan kan je er gewoon heel mooi omheen zitten. Je kan er makkelijk bij. En voor zo'n massagraaf, ja, iedereen ligt op elkaar, door elkaar. They're all mixed up. Intertwined arms and everything else. Yeah, that would suck trying to actually dig everything out and keep it organized, keep it from breaking and all that. So, yeah. En voor zo'n massagraf, ja, iedereen ligt op elkaar, door elkaar. Dus dan moet je eigenlijk wel een hele nieuwe strategie bedenken om zoiets op te graven. Yep. Nou, hier is inderdaad duidelijk te zien dat de mensen, ondanks dat ze in een massagraf liggen, wel met respect begraven zijn. Het is hier duidelijk te zien dat de mensen netjes met hun armen over hun buik liggen, zoals je eigenlijk precies zou verwachten op een christelijke begraafplaats. En de meesten liggen ook, zoals het hoort, met hun hoofd in het westen. Zodat als op Judgment Day, als ze dan opstaan, kijken ze naar het oosten waar Jezus dan vandaan zou komen. Okay. In totaal bleek dat er hier dus 22 jonge mannen in dit graf zaten. En in het andere graf was een kleiner graf, daar lagen 9 individuen. En dat bleek interessant genoeg dat er ook vrouwen en kinderen in het graf zaten. Dus dat had een beetje een andere demografische samenstelling. En toen bleek dat er ook kogels gevonden waren in het graf. En die kogels hebben we dus inderdaad laten zien aan dus munitie-experts. En die zeiden, nou, dit zijn nou typisch die musketkogels die dus gebruikt werden tijdens die 80-jarige oorlog en in dus dat beleg van Alkmaar. Dus toen was eigenlijk heel snel wel bekend, nou ja, dit is eigenlijk het enige waarmee het te maken kan hebben. Oké. Nou, dit zijn de twee individuen uit het massagraf. Eentje uit het grote massagraf en één uit het kleine massagraf. De schedels liggen in deze kast hier.
She just said these are just two individuals. Dit zijn twee individuen uit het massagraf. Eentje uit het grote massagraf. Couple bodies here, guys. Schedels. Got a skull in the cabinet. En hier zien we een prachtige ingangswond met die fracturen die dus ontstaan als een gevolg van de klap. En dan is deze kogel is er boven het oog hier uitgekomen. Hier hebben we dus het linker oogkas, een beetje beschadigd. Het blijft wel archeologie. En hier zien we dus dan de uitgangswond. En ook deze ingangswond is weer heel erg groot. En dat komt dus vooral omdat het dus gebruikt, ja, weer die flinke musketballen dus zijn gebruikt om deze persoon, persoon neer te schieten. So went through here, right? Came out by the eye. Blew out half the face, it looks like. Wow, that would be... Excuse my language, but that would be a shit way to die. Damn. Wow. I mean, it really just puts it into perspective for you. I mean, it's just your face blowing out, you're done. Het is wel bijzonder dat je met skeletten werkt en dat je daardoor iets kan leren over het menselijk verleden op een hele directe manier. Maar wat voor Alkmaar zo bijzonder is, is dat we dit dagboek hebben. Het is geschreven door Nanning van Voreest, een van de belangrijke burgers van Alkmaar. Hij was pensionaris in Alkmaar. En heeft dus de gebeurtenissen gewoon dag tot dag opgeschreven. Oké, ik heb een diary hebben. Hoeveel mannen de vijand op die dag verloren, weten we nog niet. Maar onder de burgers waren drie of vier slachtoffers, waaronder Egbert Dierten, de stadsvaandeldrager. Hij was een zeer moedige en dappere jonge man, maar overijld en onbezonnen. Hij werd door een Spanjaard met een musket door het hoofd geschoten op het moment dat hij onvoorzichtig aanlegde om op de vijand te schieten. Dan weet ik niet dat hij onvoorzichtig aanlegde om op de vijand te schieten. Dan weet ik niet of dat natuurlijk hier in het massagraf zit, maar dat soort dingen beschrijven. Huh. En dat hebben we eigenlijk nooit. Wij kijken normaal naar begraafplaatsen die 100, 200 jaar in gebruik waren. Dus dan heb je meer een globaal idee van de wereld waarin de mensen leefden. Je weet iets over de stad, je weet iets over de gebruiken. Maar dat is het. Sorry, my cushion keeps on my chair. It's not in the right spot. You probably keep seeing me adjust it. My lumbar support cushion or whatever the hell it's called. In principe liggen bijna alle skeletten van degene die we uit die massagraven gehaald hebben, zijn hier. Er ligt één skelet in het Huis van Hilde, het archeologisch depot in Castricum. En die vrouw die ligt daar omdat die gereconstrueerd is. Ik probeer natuurlijk altijd wel een voorstelling te maken van het leven van de mensen. Meestal plak ik er in mijn eigen hoofd. I thought it was a real person for a second. I'm like, okay, you know, but no, it's just so they reconstruct it. So her body's laying there, right? And then this is a reconstruction of this is probably what she looked like. Ik probeer natuurlijk altijd wel een voorstelling te maken van het leven van de mensen. Meestal plak ik er in mijn eigen hoofd geen gezicht op of kleding bij. Dus daarom is dit juist wel heel erg leuk dat het in dit geval wel gedaan is. Zodat op deze manier dat verhaal nog meer gaat leven. Interesting. And a big nose, if I might add. That woman's got a massive nose. De jongens en de meisjes gedroegen zich zeer vurig tijdens die bestorming. Ze brachten ons fervently, met huh? pek en vet bestreken die wij brandend naar de vijand wierpen. Ze bracht ons hoepels met pek en vet bestreken die wij brandend naar de vijand wierpen. Ze voerde ook onvermoeibaar kokend water, kalk en kiezelstenen aan. Ik heb sommige soldaten horen zeggen dat wanneer de vrouwen hen niet hadden geholpen, zij voor het geweld der Spanjaarden hadden moeten wijken. Kijk, de polsdokbriefjes. Dankjewel. So without the women, they couldn't have done it. Shout out to the women, right? Nice. Kijk, de polsdokbriefjes. Dankjewel. The pole vault notes. What do we got here? Deze minuscule briefjes zijn de zogenaamde polsdokbriefjes. En het zijn brieven die het bestuur van Alkmaar heeft geschreven tijdens het beleg. Okay. Omdat ze hulp wilden hebben van buitenaf. Van de Staten van Holland, van de gouverneur van het Noorderkwartier, Diederik van Sonnooi. Dus ze schrijven in die polsdokbriefjes, wij zijn belegerd, wij willen hulp hebben. En dat schrijven ze heel erg klein op. En ze hebben die briefjes ook gevouwen, opgerold. En die zijn waarschijnlijk in een polsstok, dus een stok waarmee je over slootjes kon springen,
zijn ze vervoerd door een boodschapper naar Diederik van Sanooy en naar de Staten van Holland. Oké. Het leuke van Julian is, zijn brieven zijn gewoon heel open en direct. So they're using Poles to hide stuff. So obviously, you know, spy, you know, so that no, the enemy doesn't intercept it, which that's, you know, clearly that's smart, right? Interesting what she said, though, with the Poles, though, to jump over rivers or canals, whatever, right? That's interesting. That, I guess that is a good way to get around. I mean, you're going to need, there's a lot of water over there. So, I mean, pole jumping, duh, right? Het leuke van Julian is, zijn brieven zijn gewoon heel open en direct. Hij vindt het ook prachtig hoe ze met soort grote stokken over stokjes springen. En hij beschrijft dan ook, er zit dan nog heel slim een soort houten blokken onderaan die stokken, zodat ze niet wegzinken in de modder. Maar hij schrijft ook hoe dapper ze zijn, hoe... en hij schrijft... En wooden block. Let's see it. Let's see hij vindt het ook prachtig hoe ze met... Oh, don't show it. Grote stokken over slootjes springen. En hij beschrijft dan ook, er zit dan nog heel slim een soort houten blokken onderaan die stokken, zodat ze niet wegzinken in de modder. Maar hij schrijft ook hoe dapper ze zijn, hoe... en hij schrijft, en dat is heel bijzonder toch, iemand die hier niet geweest is, die weet eigenlijk niet wat hier gebeurt. Want wat hier gebeurt aan oorlog is zo bijzonder, dat heeft nog nooit iemand meegemaakt. Okay, you can see it now. Block on the end. Interesting. Dat had San Romero dus nooit gezien, zo'n polstok. En die schaatsen. Dat moet ook bijzonder voor hem zijn geweest. Ja. Ja, ik ben benieuwd of ze er echt zo schattig uitzagen, hoor, trouwens. Skates. De Spaanse troepen, die kennen dat niet. Die zijn er niet handig in. Die hebben veel te zwaar. Now, I wonder if they're talking about... are they clogs? Because it didn't look like skates. I don't know. Spullen, die zakken overal weg. En het hele waterland en dit hele gebied zat helemaal vol met, noemen ze dan, vrijbuiters. En die zaten verstopt in het gebied. Die deden overvallen op Spaanse soldaten. En dat ging met veel geweld. Dus dan, En dat zijn een soort geuzen of zijn het gewoon bendes? Guerrilla warfare, ja. Huh? Ik vind het moeilijk te zeggen wie dat dan waren. Ze noemen het in de tijd zelf bendes, vrijbuiters. Maar geuzen waren dat eigenlijk ook, volgens sommige mensen. Dus het is heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen een vrijheidsstrijder en een crimineel. Want Alkmaar, eigenlijk It depends on the perspective and who you actually ask, right? At the time. En whose point of view, you know? Al die steden die belegerd worden, die proberen op die manier dus contact te houden met de buitenwereld. Geuzen van Oranje. Ja. Wat weten ze nou echt van hoe ze erbij staan? Ze weten heel weinig natuurlijk. Dus ze zijn steeds afhankelijk van mensen die ze hebben uitgezonden om een brief te bezorgen. En die moeten dan met een brief terugkomen. En soms lukt dat niet, blijven ze weken weg. Of komen ze überhaupt niet meer terug en dan weten ze dus helemaal niets. Ze willen zo graag weten van gaat dit nog ooit aflopen, hoe gaat dit aflopen en komen we hier ooit levend uit. Dat ze, om ze rustig te houden, wordt het nieuws ook wel heel bewust gebruikt door het stadsbestuur. Van nu moeten we iets vertellen en dan komt er een gunstige, een positieve brief van Sonoy of zo. En dan gaan ze die ook echt voorlezen op het plein, weet je wel. Dat is echt nodig. Lekkere sfeer daar in de stad. Er is ook binnen Alkmaar stemming om de stad maar op te geven, omdat het onhoudbaar lijkt. En je wil wel volhouden als er versterking zou kunnen komen. Even kijken hoe het is. Even kijken. Hier. Hier hebben we het begin van welk briefje is dat? Hij zit hier. Kijk, dat is deze. Wij zijn erg verbaasd dat u geen poging doet ons te bevrijden. Ondanks uw belofte. Wij zijn erg verwonderd dat u lieden ons geen ontzet en doet. Maar uw beloften nog ook enige boden. En dan staat er ergens van, dan wordt gezegd van... de dijken moeten doorgestoken worden, dijken door te steken. Kijk, dat zien we hier. En de dijken zullen moeten doorsteken. Nou, wat is... So,
they're begging, like, why aren't you freeing us? But then they're saying to breach the dikes. I don't understand. So that now, De zijpen werd flooding hier something onder water here. Gezet. En vervolgens heeft Diederik van Sonoy, de gouverneur van Willem van Oranje in deze streek, opdracht gegeven om hier de sluis in Krabbedam open te zetten. Dus daar liep het water uit de Zuiderzee via de zijpen zo naar binnen. Deze dijk werd doorgestoken en ook de sluis hier in Noordscharwouw heeft hij open laten zetten. En zo verdween die hele regio ten noorden van Alkmaar, het Geesmerambacht, langzaam maar zeker onder water. Ik is zou gone? Toch liever in die tijd geen Spanjaard daar in dat Spaanse legerkamp zijn geweest, laat ik het zo zeggen. Want ze stonden daar echt tot hun middel in het water in de loopgraven. En ik denk niet dat je dan een Spanjaard nog zin hebt om te gaan vechten. Right. De sluizen die worden opengezet, moeten geuzen wel de wacht houden. Boeren in de omgeving willen hun land niet onder water. Zij hebben geen boodschap aan het lijden van de belegerde inwoners van Alkmaar. Yeah, I was going to say, like, what about all the people that have nothing to do with it, or like just the innocents in general, or like what other kind of consequences did this cause? Like, you know what I mean? Like, what else is going on, right? Boeren verzetten zich tegen inundaties omdat zij met de schade zitten, want hun land loopt onder water. En de oogst was nog niet binnen toen dat beleg van Alkmaar begon, dus ze hadden echt enorme schade. En van vergoeding daarvan, daar had nog nooit iemand van gehoord. Ze moesten het zelf maar roden. Man. Er zijn prachtige liedjes uit die tijd bewaard gebleven, waarin echt het trieste lot van de boerenbevolking wordt bezongen. Nou, ik kan een paar... The peasants, the commoners, like, exactly. Like, they're the ones that's getting screwed. It seems like, you know, they're just kind of like, we're just getting flooded. We're just here trying to live our life. That sucks. Complete voorlezen. Waar zullen wij nu toch blijven? Wij boeren, klein en groot. Ons koeien ziet men ontdrijven. Wij worden bijster en bloot. Wij mogen niet langer heren blijven. Om onze boter men niet in kijven. Men neemt ze tegen onze wil. De boer, de schamele boer, hij moet zwijgen stil. De boer, die lijdt nu veel verdriet. Dat is sad. Especially when you don't have much anyways. I can relate. Romero had ook grote problemen met zijn troepen, eigenlijk al in deze periode. Dat ze niet meer met hem wilden gaan vechten. Dat ze eerst betaald wilden krijgen voordat ze iets deden. Maar dat is een verhaal wat al heel lang duidelijk was. Eigenlijk al jarenlang wilde men daar weg. De Hertog van Alva, waar we natuurlijk het meeste van weten, die schrijft eigenlijk vanaf 1568 continu brieven met de teneur: ik wil naar huis, ik wil naar huis, ik wil naar huis. En ook midden het beleg van Haarlem schrijft hij: ik denk dat het nu wel bijna gedaan is en dan kunnen we naar huis. Spanjaarden leven met het idee dat ze binnenkort naar huis kunnen. En dat is eigenlijk toch niet in oorlog. Ze zijn beroepssoldaten, maar zo lang, zoveel jaar achter elkaar in een vreemd land oorlog voeren, dat hadden ze nooit gedaan. En dat was eigenlijk ook iets helemaal nieuws in de geschiedenis. So that's not even like commonplace at the time. So they're just like, so their morale is shot. They just want to go home. Like, I get it. Like, just go. I want to go home. I want to go home. This sucks. Like, yeah. Yeah. In de geschiedenis. Don Frederik, de Spaanse opperbevelhebber, die belegde een grote vergadering in zijn legerkamp, waarbij hij ook Hollandse deskundigen, zoals dijkgraaf Kraanhals, uitnodigde. Die kende de waterstaat hier op zijn duimpje. De conclusie, die was duidelijk. Met de winter wordt er voor de deur... Sometimes it goes just a little quick. De conclusie, die was duidelijk. Met de winter wordt er voor de deur, wordt het alleen nog maar erger. Don Frederik besloot... Yeah, winner. We gaan ervoor door, we trekken terug. Want als ik nog langer wacht, dan krijg ik mijn leger misschien hier wel helemaal niet meer weg en ben ik in ieder geval mijn zware materieel kwijt. Op 8 oktober was het
beleg voorbij. Bij Alkmaar begint de victorie. Alkmaar begint de victorie is natuurlijk een heel Nederlands verhaal. Je zou ook kunnen zeggen, misschien bij Haarlem begon de nederlaag, als je het vanuit het Spaanse kamp zou bekijken. Al tegelijkertijd moet je natuurlijk nog steeds denken dat de oorlog nog uiteindelijk tot 1648 gaat duren. Dus die victorie van Alkmaar is nog maar een tijdelijke. Dat geldt eigenlijk alleen maar voor een klein deel van Holland. Just temporary, huh? En niet voor de rest van de Nederlanden natuurlijk. Want er komen nog heel veel veldslagen, nog heel veel gruwelijkheden, en het gaat dus nog heel erg lang duren. Well, I'm sure 80 years. I mean, yeah, that's a long, volgende keer long in time. 80 jaar oorlog. Next time in 80 years war. Sommige soldaten hebben al 6 jaar geen geld meer gekregen. Muiterij onder de Spaanse soldaten. Six years. Daar zich echt als helse duivels. En hoe Willem van Oranje daar gebruik van hoopt te maken. Deze eendrachtigheid, die komt al heel snel onder druk te staan. Oké. Okay. Well, met it sounds fataal like... gevolg. Sounds like it's gonna get juicy in the next one, guys. NTR, speciaal. Yeah. So that was 80 Years War, episode 3. I can't wait to get to the next one. It sounds like it's going to be a very, very interesting one for sure. It sounds like the drama is going to kick up. The action is going to kick up. So, yeah, I can't wait to get to the next one. And in the meantime, you guys have a super fun, awesome day. Hit like, hit subscribe, and take care.